De Costa Concordia, een luxe vakantieschip, 290 meter lang, 36 meter breed. Vol vermaak en vertier. Restaurants, bars, zwembaden, een bioscoop, een casino en een theater. Met meer dan 3200 passagiers aan boord en zo'n 1000 bemanningsleden verlaat het schip vrijdag aan het begin van de avond de haven van Civitavecchia, ongeveer 80 kilometer ten noorden van Rome. Het schip neemt een opmerkelijke route, dicht langs het vasteland. Het is in ieder geval niet de geplande route, maar het lijkt goed te gaan. Tot ongeveer 9:45. Passagiers voelen een klap. Drie kwartier later volgt groot alarm. People started to panic. So they were pushing each other and the crew was trying to help the passengers. A lot of people was falling down the stairs and they were hurt because things fell on them. Het schip draait, waarom is nog onduidelijk, en maakt dan snel water. Om 12:30 verlaat de kapitein het schip. Maar in tegenstelling tot wat hij later zegt, zijn dan nog lang niet alle passagiers van boord. Het schip steunt nu op 3 rotspunten. Het weer wordt slechter. Nu al is de Costa Concordia enkele centimeters verschoven. Bergers vrezen een milieuramp als het schip verder wegglijdt en mogelijk brandstof verliest.